De aanpassing van verkeersboetes was nodig. Het moet er niet op lijken dat justitie speelt met haar beleid bij overtredingen, zei minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie gisteren aan journalisten. Er zijn ook andere voorstellen gedaan om boetes te gaan verhogen. Wanneer we bezig zijn met de handhaving ten aanzien van boetes, ik praat niet alleen over de verkeersboetes, maar heel wat boetes in de verschillende bijzondere wetten. Er zijn voorstellen gedaan om ze te verhogen. De prijsaanpassing is nodig, omdat het moet, niet moet lijken alsof we spelen, toch? Bijvoorbeeld een boete, bepaalde boetebedragen zijn achterhaald. Een boete bijvoorbeeld van 25 SRD, van 50 SRD, 100 SRD. Eigenlijk, je wil een bepaald gedrag afdwingen, toch? Je wil een bepaald gedrag sturen. Je wil dat mensen zich aan de wet houden. En een van de manieren om dat te doen, is het laten betalen van een boete. En de maitakasan tok, tevieren in Yusaka. Dan word je eigenlijk gedwongen om je aan de wet te houden. Dat is de bedoeling. Amoxie zegt verder dat het criminaliteitsvraagstuk serieus wordt aangepakt. Mensen die bezig zijn met strafbare feiten moeten op hun hoede zijn. Criminaliteit is een foute zaak. Toch? Wanneer u met criminaliteit begint, moet u zeker weten dat u aangehouden zult worden. Al is het niet wanneer u daarmee begint, maar u gaat op een gegeven moment aangehouden worden. En we kennen de procedure strafvordering. U wordt aangehouden, u wordt opgesloten, u komt voor de rechter, u wordt veroordeeld. En het proces verder. Ik denk dat opgesloten worden achteruitgang is. Toch? En het is niet alleen achteruitgang voor u als persoon die dat doet, maar ook voor uw gezin. Weet je, het heeft heel wat consequenties. Kapotte gezinnen, eenoudergezinnen. Het systeem natuurlijk is niet helemaal zoals we dat willen. Want eigenlijk wil ik helemaal geen criminaliteit, omdat criminaliteitbestrijding ook duur is. De minister zegt dat hij zich aansluit bij de oproep van hoge politiefunctionarissen bij de laatst gehouden persconferentie. Daar hebben de agenten de burgerij opgeroepen om ver te blijven van het crimineel pad.